Jij, finalmente worden de uitkeringen voor gepensioneerden, zieken en werklozen opgetrokken. Allemaal dankzij uw vakbondacties. En dan vraagt u misschien af, hoe zit dat met onze loonsverhogingen? En wel, de sociale partners zitten opnieuw rond de tafel, maar de federale regering die heeft echt wel een strak kader opgelegd. Tegen 1 mei moet er een akkoord zijn. Ze gaan niet willen raken aan de 0,4%. En wat dat ze wel mogelijk zien, dat zijn eenmalige premies of bonussen of whatever. I told you so, hè. Ja, die bonussen, die pakt je niet mee in je loopbaan. Die tellen niet mee voor je eindejaarspremie, je vakantiegeld. Dus dat is absoluut niet oké. Anyways, onze vakbondsonderhandelaars, veel succes. You got this. En je weet, hè, als het fout loopt, we've got your back. Geef ons een seintje.